taxi, taxi. Joris. Nou, waar gaan we heen? Weet ik veel. Dat is jammer leuk. Ik kom niet uit de regio, dus ik vind alles leuk. Zal ik je de regio laten zien? Ik vind alles leuk. Hoe drink je de koffie? Ja, zwart. Nou, daar staat hij. En een heel gezond mandarijntje, ja, dankjewel. We hebben je gevraagd wat je lekker vindt, maar dan antwoord je mandarijntje. Ben je altijd zo gezond? Nee, ik ben echt een Bourgondier namelijk. Ik ben dol op lekker eten en drinken. Ja. Maar ik ben sinds half juli wel begonnen met wat gewicht verliezen. Dus ik snoep gewoon niet meer. Je bent op gezondheidstoer. Ja, de gezondheidstoer noem ik het. Miranda de Bruin, directeur financieringen. Sinds? Ja. Sinds wanneer ook weer? 1 april pas. Jee, met je bent super kort hier, hè? En het was geen grapje. Hey, maar directeur financieringen, kun je even uitleggen wat financieringen doet? Wat is dat? Het bedrijfsonderdeel binnen Bovema? Het bedrijfsonderdeel binnen Bovema. Ik bel ondertussen met trouwens mijn mandarijn. Ja, maar dat is het bedrijfsonderdeel binnen Bovema, wat enerzijds activiteit heeft in het bemiddelen in de verkoop van financieringen. Dus dat noemen we het intermediair bedrijf. Voor financieringen. Dus een financiering voor consument is het dan? Ja, voor consument. Dus daarmee helpen we de dealerbedrijven de auto van hun klant te financieren. Ja. En dat doen we dus niet als kredietverstrekker, maar als bemiddelingsbedrijf. Dat is één tak van sport. De andere tak van sport is dat wij leasemaatschappijen, dat zijn veelal dealerleasemaatschappijen, dat we die financieren. Dat noemen we funding, leasefunding in de volksmond. Dat doet BFM, dus dat is de werkmaatschappij BFM. Bovema financieringsmaatschappij staat dat dan voor, hè? Ja, dat is ook echt een eigen juridische entiteit. Ja. En dan hebben we een juridische entiteit die heet Care for Lease. Ja. En daarin doen we het beheer van leasemaatschappijen. Dus dan moet je je voorstellen, als jij een eigen leasemaatschappij zou hebben, dan bellen wij voor jou je debiteuren, dan doen wij voor jou je boekhouding, dan doen wij voor jou het objectmanager in de administratie. Dus als er onderhoud of schade plaats moet vinden, worden allemaal geregistreerd op een auto, op een object. Ja. Dat houden wij allemaal bij en daar hebben we een heel team van mensen voor zitten. En je noemde het dealer lease bedrijven. Dat zijn dan eigenlijk autobedrijven die hun eigen lease wagenpark hebben of lease. Kun je een voorbeeld geven? Nee, ik zal een voorbeeld geven. We hebben de Ziel en Ziel Autogroep. Dat is in Zuid-Holland. Een hele grote dealergroep met veel verschillende merken. En die heeft een eigen leasemaatschappij, die heet Forward Lease. Ja. Dus aan de voorkant doen zij zelf de klantenwinning, ze maken de offertes, ze kopen de auto's in. Ja. Alleen wij doen de hele mid-office en back-office. En onder de mid-office versta ik de acceptatie van klanten. Ja. Want wij kijken wel met de leasemaatschappij mee, welke klanten haal jij binnen? En zijn dat verantwoorde klanten? Ja. Daar ging het namelijk in het verleden nog wel eens mis. Ja. Dus dat zijn we anders gaan doen. Dat de klanten waren die te veel schade leden, waardoor wij eigenlijk geld kosten. Die zich misschien zelfs wel bezig hielden soms met wat crimineelachtige activiteiten. Yes, ja, okay. En daar wil je niet mee geassocieerd worden. Dus dat is anders. Hè? Ja. Dus wij weten nu wat de leasemaatschappij aan boord haalt. Want ja, at the end financieren wij die auto. Dus dat is het stukje mid-office en het back-office zit echt op het moment dat de auto eenmaal rijdt bij de klant. En dan de klant gaat natuurlijk voor onderhoud of die heeft soms een schade. Nou, dat regelen wij ook allemaal weer op de achtergrond. Ja, ja. En de leasemaatschappij kan altijd meekijken, dus die kijkt mee in de systemen. Dus zij kunnen wel alles van hun klanten weten. Ja. Maar ze hoeven, nou, ze hebben wel de lusten, maar niet de lasten. En als wij de telefoon opnemen en we zien dat het voor Forward Lease is, dan zeggen we niet hallo met Careful Lease, maar dan zeggen we met Forward Lease. Ja, klopt. Kijk. Hey, en hoeveel van dat soort bedrijven hebben we? Van dat soort dealer lease bedrijven? Nou, zeg maar om en nabij de 50. Ja, ja, precies. En daar zitten grotere tussen en ook wat kleintjes tussen. Ja. En je werkt hier sinds 1 april, zei je. Ja. Hoe gaat zoiets? Hoe ben je bij Bovema terechtgekomen? Ik werd benaderd door een headhunter. Oké. Okay. Want je zat nog ergens anders? Ik zat ergens anders. Ik zat bij Santander, een grote bank, eigenlijk worldwide, een Spaanse bank. Ja. En in Nederland waren zij met name actief op een stukje captive financiële dienstverlening. Dus wij werkten daar voor de merken Volvo, Kia, Hyundai, Mazda onder andere. Ja, dus je zat al wel aan de automotive kant? Ja, ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Dus ik kan nooit iets anders dan auto's en geld, denk ik. Maar goed, dat zeg ik dan altijd, maar ik hoop dat dat niet zo is. Ja. Kan ook lekker koken trouwens. Maar daar zat ik en ik werd op een gegeven moment benaderd door, even voor de toehoorders, een headhunter is eigenlijk iemand die gewoon personeel zoekt in opdracht van een ander bedrijf. Ja.
Dus ik werd benaderd. En in eerste instantie, als ik heel eerlijk ben, dacht ik, jeetje, Bovemij, dat die hoort bij BOVAG. Dat is allemaal in mijn ogen was dat een beetje saai en grijs. Terwijl ja, Santander echt een heel commercieel bankbedrijf is en volop in beweging. Nou, dat is denk ik geen eerlijke judgment, maar dat was wel het eerste wat in me opkwam. Ja. Dus in eerste instantie had ik ook, dacht ik, nou nee. Nee, dank u. Dank u. Nou, toen ik toch wat meer de diepte inging, dacht ik, ja, lijkt me eigenlijk toch wel heel, ja, lijkt me toch wel heel leuk. Een bijzonder bedrijf, heel erg in beweging. En dat was wat ik meekreeg. Want hoe zag je dat dan? Want als je, nee, dank u, ga maar verder. Je zou ook gewoon weer terug naar je werk kunnen gaan, maar jij hebt je wel verdiept daarna. Ja, ik ben het jaarverslag gaan lezen. Oké. Okay. En ook eigenlijk even weer alle nieuwsberichten langs op Automotive Online. Wat is er nou allemaal een beetje gebeurd in de afgelopen 2-3 jaar met Bovemij? En toen dacht ik, ja, dit bedrijf is wel in beweging. En toen moet ik ook bekennen, toen zag ik dat Mas van Steenis in de RVB zat. En Mas is in die zin een oud collega van mij. Want wij hebben samen ook bij Volkswagen Bond Financial Services gezeten. Al heel lange tijd geleden. Ja. En toen dacht ik, ja, als Mas er zit, dan moet er toch ook wel wat leuks zijn. Ja. En dat was een beetje de aanleiding om uiteindelijk toch het eerste gesprek te gaan doen. En dat was ook met Mas en met Ruud. Van HR. HR. En ja, toen hoorde ik natuurlijk, gingen we wat meer de diepte in over wat er allemaal speelde. En ook specifiek, niet alleen binnen Bovemij mijn groep, maar ook binnen mijn bedrijfsonderdeel. En toen dacht ik, ja, hier kan ik natuurlijk wel prachtig mijn kennis en kunde in kwijt. En ik denk dat het voor jullie wel belangrijk is om te weten, bij Santander was ik alleen maar commercieel verantwoordelijk voor de business. Dus was ik commercieel directeur. Ja. En dit was voor mij natuurlijk ook een nieuwe rol, een brede rol, waarin ik uiteindelijk, heel plat gezegd, leider werd van 3 BV's en moet zorgen dat die gaan floreren. En dat is niet alleen commercieel, maar ook operationeel. Ja, dus gewoon hoe het werkt. Operationeel, maar ook risk management. Ah. Dat omvat ook het stuk HR. Hè. Laten we personeel en organisatie, wat heel belangrijk is. Ja. Ja, dus ik denk de combinatie van al die facetten. En ook dat het uiteindelijk wel eens weer een heel ander businessmodel was dan wat ik gewend was. Ja. Ja. Dus daar zaten twee inhoudelijke uitdagingen voor mij in. Dat ik dacht, nou, dat maakt de moeite waard om naar Nijmegen te komen. En Nijmegen is een prachtige omgeving. Ja, dat zie je nou wel. Ja, nee, we zoeken even de natuur op. Ja, lekker. Goed. Hey, wat voor leider ben jij in 3 woorden? Ik denk dat ik een empathisch, resultaatgericht leider ben. Dat zijn maar 2 woorden. Ja. Ja, je mag die derde ook nog invullen, of is dat niet eens nodig? Nee, is lichtvoetig al? Nee. Ja, lichtvoetig, ja. Nee, maar ik vind het belangrijk dat empathisch zit vooral in betrokken zijn. Ik geloof wel heel erg in samenwerken met een team en daarin ook echt leider zijn. Dus besluiten durven nemen. Ik ben ook echt wel besluitvaardig. Dus misschien is besluitvaardig het derde woord. Ah, mooi, ja. Vind ik wel, Ik ben niet bang om besluiten te nemen. Ik vind het wel belangrijk om mensen daarmee op reis te nemen, dat ze begrijpen waar het besluit vandaan komt. Ja, ja, dat je niet alleen het besluit deelt, maar ook gewoon waarom dat besluit is genomen. Context geeft en probeert het breder plaatje te schetsen voor iedereen. Dus niet alleen voor mijn MT. En dat doen we bijvoorbeeld door, nou vind ik het ook zo belangrijk, door medewerkersbijeenkomsten te houden. Die staan volgende week weer op de rol. Ja, dat doe je voor je 60 medewerkers. En dan, wat doe je daar dan allemaal? Nou, ze echt meenemen in hoe gaat het strategisch, hoe gaat het met de business, ja. Hoe gaat het in de markt. Hè? Dus ze ook iets meer vertellen van hoe ziet de wereld buiten Bovemij eruit, ja. Want dat is leuk om te weten. Hoe gaat het financieel met ons, hè? Hoe is ons financiële huishoudboekje, doen we het goed met elkaar, zijn er dingen waar we op moeten letten. Grappig trouwens, Malden, ik heb ooit 4-daagse gelopen, dus ik herken een aantal. Ja, dan is dit dag 4 is dit volgens mij. Dit gaat na de Via Gladiola gaat dit. Ja, maar even terug naar die medewerkersbijeenkomsten. Hè? Dus het financiële huishoudboekje, de strategie, een business update. Maar ook vooral waar gaan we de komende maanden op focussen. En ik vind het belangrijk, en de een vindt dat natuurlijk leuker dan de ander. Ja. Maar ik vind het belangrijk dat mensen van elkaar weten wat doet iedereen. Wat is belangrijk de komende tijd. En dan snappen mensen ook beter waarom ze dingen aan het doen zijn. En volgens mij wordt je werk dan leuker. Dus ik vind vooral ook werkplezier belangrijk. Want ik geloof als iedereen met plezier naar zijn werk gaat, of zoveel mogelijk met plezier naar zijn werk gaat, dat de resultaten vanzelf komen. Ja, wat zorgt voor werkplezier? Jij zegt net eigenlijk van weten waar je naartoe gaat met z'n allen. Ja. Dat je doelen stelt. Zijn er nog meer aspecten waar je aan voldaan moet worden? Ja, verantwoordelijkheid krijgen. Uh-huh.
betrokkenheid creëren. En dat geeft werkplezier, maar ook inderdaad met elkaar interesse in mekaars privéleven. Dus open. Ik denk dat ik behoorlijk open ben ook over wie ik ben en hoe ik leef. En interesse in de mens als iemand het moeilijk heeft. En degene die luistert weet waar het over gaat, maar ik ga geen namen noemen. Ik vind het bijvoorbeeld tof als iemand zegt tegen mij, ik kom binnen. En ik vraag op maandagochtend, hoe was je weekend? En iemand durft te zeggen, nou, niet zo best. Ja, ja. Hij zou wel kunnen zeggen, hartstikke goed. En dan gaat het door, maar hij zegt niet zo best. Nee, en dat vond ik zo stoer. En dan denk ik, nou, hartstikke fijn. En dan droog ik iemand zijn tranen en heb ik een bemoedigend woord. Maar dat, weet je, en ik hoef dat niet van iedereen en ik ga ook niet bij iedereen op de koffie of zo. Maar ik vind het wel fijn als er vertrouwen is, want dat is zo belangrijk. En dat creëert ook werkplezier, dat je naar iemand toe durft te gaan. Dat je iemand zegt van, joh, zakelijk allemaal leuk en aardig, maar joh, ik zit hier of daar mee. Kan ik daar ook voor bij je terecht? Nou, vind ik ook een belangrijke rol. Ja. En dat is ook een onderdeel, denk ik, van werkplezier, hè? Vertrouwen. Ja. Hey, 6 maanden geleden ben je gestart. Ja. Als je nou terugkijkt, is dat dan... Is het geworden wat je hoopte dat het zou worden? Want dat is natuurlijk altijd spannend, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Het is denk ik voor het team spannend en voor mij spannend. Hè? Dus het is voor verschillende stakeholders spannend. Het is zeker. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En ik denk de plannen die we hebben, die gaan goed en voortvarend. We zijn vooral nog steeds bezig het fundament verder te versterken. Mensen in hun kracht te brengen. En ook samen met CBG te kijken waar liggen nu de eerste scoringskansen. We hebben ook alweer de eerste prospect echt op kantoor gehad. Ja, CBG is commercie, hè? Dus je bent samen met commercie aan de klanten, nieuwe klanten. Ja. Ik heb hun natuurlijk hard nodig om te helpen onze propositie buiten te verkopen en de bestaande business ook te behouden. Ja. En het doet ook super goed en dat zie je ook binnen de organisatie, dat als er weer een nieuwe prospect die daadwerkelijk interesse heeft, die op kantoor komt voor een demonstratie van de systemen, weet je, dat geeft je ook weer trots. Ja, dan ben je weer super blij, want dan zit je in die opgaande lijn. Tof. Ja, en teruggekomen op je vraag, heb je het naar je zin? Eigenlijk mega naar mijn zin. Ja, kan niet, ja. Weet je, het is gewoon fijn dat je zoveel waarde kan toevoegen in korte tijd. Ja, 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 precies. Dat vind ik fijn. Ja. Daar krijg ik energie van. Mooi. En wat heb jij nog te leren nu in je werk? Nee. Maar je bent gewoon een ervaren directeur. Ja. Ik kan maar. Wat heb jij nog te leren? Wat kan ik leren van boven mij? Ik denk dat ik veel leer van de transformatiefase waar jullie in zitten. Waar we in zitten, hè? Ja. We in zitten. En hoe ik daar in mijn steentje kan bijdragen, los van mijn eigen bedrijfsonderdeel. Daar ben ik wel een beetje naar op zoek. Ik merk dat ik dat vind dat ik dat zelf nog niet helemaal genoeg doe. Maar kun je uitleggen, boven mij zit in een transformatiefase. Wat betekent dat voor jou? Dat er hoop gebeurt op het organisatievlak. Hè? Dus mensen, maar ook veel tegelijk. Dus hoe manage je dat stuk veel tegelijk? Hoe hou je de kudde bij elkaar en de neuzen dezelfde kant op? Ja. Hoe zorg je dat er ook executie komt? Hè? Dus dat we het ook afmaken. Ja, er zijn goede plannen, maar hoe zorg je dat je ze ook uitvoert samen? Ja, ik denk dat daar een stuk... daar kan ik denk ik... Ik vind dat ik daar zelf in mee kan participeren, maar zoek nog een stukje hoe. Dus daar zit dan voor mij ook een leercurve in. Ja, ja. Hey, we hebben een muziekje voor je. Oh ja, dat gaat heel hysterisch. Zullen we hem even opzetten? Ik ga hem even opzetten. Ja. Gaan we eens even kijken wat het is. Is dat zacht? Ja. Nummer 1 happiness. Ja. Waarom heb je dit nummer uitgekozen? Vele redenen. Ik heb er best over nagedacht. Hè? Want dit is natuurlijk niet spontaan, hè, mensen. Het was natuurlijk van tevoren gevraagd. Zeker. Maar... allemaal goed voorbereid. Het was happiness van Alexis Jordan. Ja, dat even voor. Nou, ik had al aangegeven dat om meerdere redenen. 1, happiness. Ik,
ik ben een positief ingesteld mens. Dus het reflecteert een beetje de energie en de drive die ik heb. En geloof me, ik ben ook echt wel chagrijnig. Anders mogen jullie allemaal mijn man en mijn kinderen bellen. Die weten dat ook. Dus ik ga niet rooms doen aan de pauze. Maar wel super optimistisch. En ja, daar ben ik blij ook mee dat ik zo bedraad ben. Want dat is ook niet iedereen gegeven. Ja. Dus dat is één. Dus de titel reflecteert happiness. Er zit natuurlijk iets in over auto's. Nou, dat reflecteert naar waar ik in werk. Hurry, quick. Ja, step on the gas. Hè? Nou, ja. Dat is ook een beetje. Ik hou van gas geven. Ik ben best wel een doener. En snel in de executie, denk ik. Dus dat ook. Dus dat zit er ook in. En wat zit er nog meer in van mezelf? Ja, dit is... Ik heb ook twee... ik heb één dochter en één bonusdochter. En daar hou ik net zoveel van als van mijn eigen dochter. Dus met die twee meiden stond ik in de puberteit op dit nummer ook allerlei dansjes te doen. Gelukkig hadden we toen nog geen TikTok. en wij zijn ook... Wij gaan elk jaar met een vriendengroep op vakantie. En dit was ook een beetje... Is een tijd lang ons nummer. Dan gaan we naar Ibiza, lang weekend. En huren we naar huis. En dit is ook zo'n dansnummer waar... Dit hoort een beetje ook daarbij. Dus het heeft ook allemaal hele mooie herinneringen. En het was vanuit het jaartal dat ik Hans Pieter, mijn partner van nu, daar ben ik 14 jaar mee. Nee, moet goed. Nee, liegen. 11 jaar mee samen. En dat was uit die tijd. Dus dat zit ook nog iets heel romantisch en sentimenteels bij. Voor nieuwe mensen, wat voor personen, wat voor mensen passen erbij boven mij? Jeetje, dat vind ik wel een hele ingewikkelde vraag. Wat voor mensen passen er bij Bovee mee? Ja, omdat ik vind dat ga ik zo labelen of stikken. Ik zou zeggen, er is eigenlijk plek voor iedereen. Het ligt er alleen op welke plek. En als ik even puur kijk. Want je hebt gewoon ook altijd mensen nodig die wel gewoon steady het werk blijven doen wat er moet gebeuren. Ja. En die zijn heel fijn. Die zijn heel betrouwbaar. Voor en de die basis. Zijn. Ja. Ja, dus ik vind. En ik wil niet een soort van, dit wel heel fijn is dat er ook mensen komen die niet bang zijn voor veranderingen. Die een stuk marktkennis meenemen. En wat je natuurlijk wel ziet, dat bij Bovee mij, maar goed, dan praat ik wel een beetje voor mijn eigen bedrijfsonderdeel. Hè? Dus ik weet niet zo goed hoe dat bij een verzekeraar is of hoe dat bij Autotrust is. Dus laat ik wel even voor mijn eigen bedrijfsonderdeel spreken. En er zit een hele loyale personeelsgroep die al jaren hiermee bezig is. En ik denk, het is best wel, er komt ook wel wat nieuw bloed nu binnen. En ik denk dat in het begin iedereen even denkt, jeetje, wat gaat er allemaal gebeuren? Maar nu krijg ik wel terug dat mensen zeggen, oh wat leuk, vind het leuk dat we op deze manier met elkaar aan de gang gaan. Ik vind het leuk dat we dingen anders gaan doen. Ja, want wat is dan op deze manier aan de gang zijn? Want dat is anders dan vroeger het geval was blijkbaar. Ja, mensen ook op teamniveau meenemen op hun reis. Hè? Dus, ja, precies. Niet alleen maar dagelijks hun eigen werkzaamheidjes doen. Maar ook even tijd nemen. Hey, wat zijn nou momenten dat je 's avonds thuis komt en denkt van dit was echt een goede dag. Ik ben echt wel een beetje trots op mezelf dat we deze dag gehad hebben. Kun je eens een concreet voorbeeld geven? Dat is toch als je met elkaar een succes kan vieren, denk ik. Hè? En als ik even voor mezelf spreek, hadden we die onlangs. Hè? Met onze aandeelhouder, dus de raad van bestuur is dat. Ja. Hebben we per kwartaal, leveren we eigenlijk een rapportage op. Of hebben we een presentatie over hoe we ervoor staan. Wat onze plannen zijn en wat we gedaan hebben de afgelopen periode. Wat onze plannen zijn voor de komende tijd en hoe onze financiële forecast eruit ziet. Met z'n allen gebouwd aan die presentatie. En aan het einde van die presentatie kregen we terug van de RVB dat ze het een mooie presentatie vonden. Dat het een goed, dat we op de juiste weg. En eigenlijk ook een go op wat we gevraagd hadden. En toen dacht ik, dan ga je weg. En ik, met een heel goed gevoel weg. En dan elke keer een soort high five met het team. Yes, we did it. Ja. Dankjewel voor graag, voor de trip. Zeker.